Ik ben Kiwi en welkom op Kiwi Eats. Waar ik je vertel hoe en waarom ik veganistisch eet en leef. Ik wil het even hebben over psoriasis. En dit is dan eigenlijk vooral een video voor mensen die toevallig googelen op psoriasis en hoe ze eraf kunnen komen voor mensen die zelf psoriasis hebben. Ja, het is even een video over psoriasis. Als je niet weet wat psoriasis is. Psoriasis is een huidaandoening waarbij de huid die aangedaan is, heel snel vernieuwt. Normale huid vernieuwt zich elke 28 dagen ongeveer. Psoriasis vernieuwt zich ongeveer elke 5 dagen. Het is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat je lichaam zichzelf aanvalt. Omdat het iets, weet je wel, iets ziet als, ja, de vijand. Als iets wat er niet thuis hoort. Je wordt geboren met psoriasis. Het is niet iets wat je op kan lopen. Het is ook absoluut niet besmettelijk. Je wordt ermee geboren. Over het algemeen openbaart het zich voornamelijk rond je 18e. Maar er zijn ook heel veel kinderen met psoriasis. Er zijn ook mensen waarbij het echt later in het leven pas gebeurt. Je hebt mensen die hele plakaten hebben, die hele grote uitslag en zo. En je hebt mensen die hele kleine dingetjes hebben. Je hebt mensen die helemaal onder zitten. Je hebt mensen die heel weinig hebben. Je hebt mensen die het constant hebben. En je hebt mensen die het af en toe hebben. En dan een paar maanden tot jaren niks. En dan weer wel. Het is van alles wat. Hoe dan ook. Het is vervelend. Het is niet leuk. Ik heb het zelf niet heel heftig gehad. Bij mij kwam het inderdaad echt op mijn 18e kwam het opeens opzetten. En ik denk, wat is er aan de hand? Ben ik allergisch voor iets wat ik gebruik? Mijn douchegel of zo? Wat is dit? Dat was dus psoriasis. En ik had alleen maar op mijn extremiteiten, dat betekent dus alleen maar op mijn armen en mijn benen, kleine plekjes. Zo klein, maar als ik het heel heftig had, dan zat het alsnog helemaal onder. En soms waren het wel iets grotere plekken zo. En op mijn benen dus. Nou, ik heb het dus jaren gehad. Stress heeft er ook heel veel mee te maken, weet je wel. Mijn vader is ziek geweest en overleden, 6 jaar geleden. En in die periode, toen hij ziek was, had ik het echt ontzettend erg. En dat is in de laatste jaren langzaam minder geworden, langzaam minder. Het was bijna, ja, nog niet helemaal weg. Vooral mijn rechterbeen had nog best veel. En toen ik veganistisch ging eten, ging het heel snel weg. En het is nu gewoon echt weg. Nou, nee, die is, nou, ik voel nog een heel klein schilfertje. Ik heb nog wel vlekken, weet je wel, omdat het genezen is. Net zoals wat je wel eens met acne hebt, dan is het wel weg. Maar dan heb je nog een beetje een soort litteken wat moet verdwijnen. Hier, dit is ook helemaal glad, maar je ziet hem nog wel. Maar het is helemaal glad. Het is gewoon weg. Wat ik dus vermoed, want ik wil dus wel duidelijk aangeven. Ik werd in oktober, ging ik vegetarisch eten. Dus ik heb 3 maanden vegetarisch gegeten. En dus nog wel wat melk gedronken, ijs gegeten, yoghurt gegeten, kaas gegeten, dat soort dingen. En pas in januari werd ik veganistisch. En toen is het heel snel verdwenen. Dus voor mij is het echt heel duidelijk dat het een soort lactose-intolerantie was. Een soort dierlijke proteïne-intolerantie. En dan dus blijkbaar niet voor vlees, want anders was het wel misschien sneller minder geworden. Maar dus echt voor, ja, ik stopte met alle melkproducten en alle dierlijke producten in januari. En sindsdien is het weg. Dus als je echt last hebt van psoriasis, dan wil ik je aanraden om dat in ieder geval te proberen. Want ik geloof dus, als je ergens een intolerantie voor hebt, of een beetje allergisch voor bent, waar je eigenlijk dus geen last van hebt, je merkt het niet echt. Daarvan kan dus alsnog wel je psoriasis komen. Want is bekend, nou ja, bekend, dat dierlijke producten voor ontstekingen in je lichaam kunnen zorgen. Hele kleine ontstekentjes in je darmen, dat soort dingen. Heb je in principe geen last van, daar ben je niet bewust van. Maar dat kan dus een effect hebben op je lichaam. En dat is echt typisch iets voor een auto-immuunziekte. Je lichaam valt zichzelf aan door iets. En bij mij is het nu dus heel duidelijk dat de lactose of wat dan ook, iets van die dierlijke producten in zuivel, in kaas, in eitjes, ik heb geen idee, daar dus een hele grote invloed op had. En blijkbaar had ik dus constant van die kleine ontstekentjes in mijn lichaam, waar mijn lichaam tegen aan het vechten was. En wat dan tot uiting kwam in mijn, dat je dat zag qua psoriasis. Dus ik zeg niet dat elke persoon die psoriasis heeft, dat die allergisch is voor zuivel of ei of andere dierlijke producten. Want er zijn volgens mij heel veel veganisten met psoriasis die het nog steeds hebben. Dus dat is dan iets anders in hun lichaam, maar ik wil het wel aanraden om het te proberen. Want stel je voor dat het werkt, dan is dat toch heel fijn. Zeker als je er echt ook heel erg last van hebt, want ik had er nooit veel last van. Het jeukte heel licht, het was niet overal. Ik vond het niet bijzonder storend dat het lelijk was of zo. Dus ik had er niet zo last van. Maar wat als je er nou echt last van hebt? Als je hele grote plakaten hebt en het doet pijn en het jeukt. En het, ja, het ziet er gewoon niet prettig uit voor je omgeving, voor mensen. Dan zou ik het aanraden om te proberen om een paar maanden plantaardig te gaan eten. Ik heb misschien al tussendoor wat foto's gedaan
Misschien doe ik het nu pas. Ik heb niet zoveel foto's van mijn psoriasis. Dat is wel jammer. Had ik eigenlijk wel moeten doen. Ik heb wel een beetje. Misschien nog op een andere computer. Dat weet ik niet. Maar dat zie je nu wel. Want dan heb ik het al gezocht en al in de video bewerkt. En zo kan je een beetje zien hoeveel psoriasis ik dan had. En toen was het al een heel stuk minder zelfs. Dat is mijn tip. Mijn ervaring met psoriasis. Het gaat heel snel weg. Ook ik had toen een operatie gehad. 2 weken into it. En die stress daarvan, daar heb ik toen 2 plekjes psoriasis van gekregen. Dat is dus echt duidelijk van de stress, want ik had al heel lang geen nieuwe meer gehad. Nieuwe plekjes. Die had ik toen. En eigenlijk alweer binnen 1 week, 2 weken vervaagden ze weer. Zo van, het komt wel op, want ik heb wel psoriasis. Maar doordat het dan is de stress weg en dan heb ik dus ook geen last van hoe ik eet. Want ik eet dus niet meer iets waar mijn lichaam niet tegen kan. En dan verdwijnt het weer heel snel. Dus dat is vond ik heel interessant en heel leuk. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Probeer het uit als je dat wil. Als je dat het is gewoon een tip. Mijn ervaring ermee. En ja, ik zie je in de volgende video. Dat is het verschil tussen veganisme en vegetariërs. Veganisten en vegetariërs. Dus ik hoop dat duidelijk is.